Kleurtjes. Wie heeft het vroeger niet gedaan? Herinner je je nog hoe je eruit zag toen je nog jong was? We gaan een stukje nostalgie ophalen met kleuren en spiegels. We pakken een zaklantaarn en doen hem aan. En ah, kijk eens aan, een mooi rood zaklantaarn. Maar een leuke zaklantaarn, want hij kan veranderen van kleur. Geel, groen, blauw, groen, geel. Rood, nog rood, minder rood, veel rood, oranje en natuurlijk ook de kleur wit. Oké, doen we maar weer eventjes uit. Zo, en we gaan verder naar het kijken van kleuren door een proefpersoon. En verschillende kleuren, eerst even alleen rood. En die persoon denkt, hé, ik zie rood, dat is logisch. Maar als je nou groen erbij doet, dan is het niet zo van, hé, ik zie rood of groen. Nee, ik zie geel. Rood en groen samen, dat wordt bekeken als geel, zie je? En groen alleen is inderdaad groen. Ja, doen we er blauw bij, dan krijg je ook niet echt blauw, maar krijg je zo'n soort kleur. En als we nou alle kleuren samen doen, dan krijg je wit. Althans, je denkt dat je wit ziet. Ja, dus wit is een combi van rood, groen en blauw samen. In feite alle kleuren samen. Ja, ook alle tussenliggende kleuren. Ja, dat is dus hoe je hersenen denken dat het is. En als je nou verschillende combinaties doet, kijk, rood en blauw, maar je kunt ook natuurlijk wat minder blauw doen of wat minder rood, meer groen, allerlei diverse combinaties. En diverse combinaties krijg je diverse kleuren. Iedere kleur die je maar wilt hebben, die kun je hierbij krijgen. En zo is dus ook bij onze witte zaklantaarn. Het witte licht bestaat eigenlijk uit allerlei andere kleuren van diverse plumages. Dus, eventjes bij elkaar samengevat, licht bestaat uit diverse kleuren. En al die kleuren samen, die leveren witte licht op. Onthoud dat. We gaan verder met een prachtige kleurentafel. Diverse kleurtjes en die zie je omdat licht weerkaatst naar je oog. Hoe het komt dat je diverse kleuren ziet, zullen we zo meteen kijken. We kijken eerst eventjes puur naar de weerkaatsing. Want weerkaatsing kan op verschillende manieren gebeuren. Kijk, op deze bovenste tafel zie je echt duidelijk het tafelblad met zijn mooie nerven. Op deze tafel hier zie je het tafelblad nauwelijks. Het is ontzettend glad en je ziet een weerspiegeling. Het weerkaatsen van licht kan dus op verschillende manieren gebeuren. En dat heeft dus te maken met het soort oppervlak, glad of niet glad. Als een lichtbundel op een glad oppervlak valt, dan zal de hele bundel op eenzelfde wijze worden teruggekaatst. Maar op een niet glad oppervlak, dan zal ieder lichtstraal weer op een ander soort oppervlak terechtkomen. Dat betekent dus dat de terugkaatsing divers is. Met gladde oppervlak noemen we het spiegelende terugkaatsing en bij het ruwe oppervlak noemen we het de diffuse terugkaatsing. We kijken eventjes nog naar de spiegelende terugkaatsing. Want je ziet hier nu wel twee lichtstralen, maar welke lichtstraal komt nu aan en welke lichtstraal gaat weg? Dat is hier niet goed te zien. Vandaar dat je altijd moet aangeven de richting van de lichtstraal. Een lichtstraal kan altijd beide kanten op, dus altijd een pijltje van, oh, de lichtstraal gaat die kant op. Maar hoe weerkaatst de lichtstraal nu op een glad oppervlak? Nou, daarvoor tekenen we eerst een hulplijn. En die hulplijn staat loodrecht op het oppervlak. Een lijn loodrecht op het oppervlak hebben we bij de wiskunde gehad. Dat wordt genoemd de normaal. Ja, de normaal lijn loodrecht op het oppervlak. En de invallende lichtstraal die maakt een hoek met de normaal. En die hoek noemen we I en I staat voor de hoek van inval. De lichtstraal kaatst weer terug en maakt dus ook weer een hoek met de normaal. En dat noemen we de hoek van terugkaatsen. En die twee hoeken zijn bij een glad oppervlak gelijk aan elkaar. En dat noemen we de spiegelwet. Ja, op die manier kun je dus van een lichtstraal altijd tekenen hoe die weer terugkaatst. Bij spiegelingen heb je dus te maken met diffuse terugkaatsen en met spiegelende terugkaatsen. En
Je ziet hier dat je denkt misschien van, hé, spiegel terugkaatsen, dat is mooi. Maar wil je echt iets goed zien, dan heb je diffuse terugkaatsing nodig. Spiegel terugkaatsing, dan zie je niet echt het voorwerp zelf. En bij diffuse terugkaatsing wel. Hier zie je tafel weer met alle kleuren. Je ziet de kleuren, omdat het licht wat weer kaatst en het in je oog komt. Maar hoe komt het nou dat je allemaal verschillende kleuren ziet? Wel nu. Goed, we starten met een wit tafelblad. En we hebben een zaklantaarn. En zaklantaarn die schijnt wit licht op de tafel. Let op. Ja, wit licht is natuurlijk een mengeling van allerlei kleuren. Dus, en alle kleur wordt weerkaatst. En vandaar dat je denkt van, hé, ik zie wit licht. Maar nu, we pakken een rode tafel. En we laten weer wit licht erop vallen. En wat gebeurt er nu? De rode tafel absorbeert alle kleuren behalve rood. Dus krijg je alleen maar rood licht te zien. En dus zie je de tafel dat die rood is. Hetzelfde met een blauwe tafel. Ja, wit licht schijnt erop. En een blauwe tafel absorbeert alle kleuren behalve de blauwe. En dus zie je de tafel blauw. Oftewel, waarom heeft een voorwerp een kleur? Dat is omdat hij alle andere kleuren absorbeert en alleen die ene kleur terugkaatst. Goed, we gaan even in de spiegel kijken. Eens kijken hoe dat in zijn werk gaat. Jij staat voor de spiegel, dus jij bent het voorwerp. Het voorwerp voor de spiegel en die afstand wordt de voorwerpsafstand genoemd. Wat zie je in de spiegel? Nou, je ziet natuurlijk je spiegelbeeld. Precies aan de andere kant, levensecht. We noemen dit spiegelbeeld maar gewoon beeld en de afstand is de beeldafstand. En bij een vlakke spiegel is de voorwerpsafstand gelijk aan de beeldafstand. Het beeld wat je ziet is wel levensecht, maar is het wel echt? Het is in ieder geval wel levensecht. Ja, je denkt echt van, er zit iemand achter de spiegel. Maar het is er toch echt niet. En zo'n beeld wat er wel is als je door de spiegel kijkt, maar niet als je er omheen kijkt, dat noemen we een virtueel beeld. Goed, wat kun je nu allemaal in de spiegel zien? Nou, dat is dit gebied. Hoewel, dit gebied zie je niet, want dit zit echt achter de spiegel. Je ziet eigenlijk via de spiegel het gebied wat hier zit. Oftewel, deze lichtstralen die lopen eigenlijk op deze manier. Ja, je krijgt een lichtstraal zo, weerkaatst naar je oog toe. En deze lichtstraal, als je die denkbeeldig zou doortrekken, dan komt die precies terecht in het oog van jouw spiegelbeeld. Het gezichtsveld, wat je allemaal kunt zien, dat is dit gebied. Ja, dit gebied, dat noemen we het gezichtsveld wat je kunt zien. Goed, hier zien we de situatie nog eens een keer. En stel je nu voor dat je kijkt naar de kraag van je trui. Hoe loopt nou het licht vanaf de kraag naar je oog? Hoe kun je dat eenvoudig tekenen? We maken eerst even de tekening een beetje schematischer. Dat is deze hier. De spiegel, ja, dat is dat daar. De rode punt, dat is mijn kraag. En de zwarte punt, dat is de plek van het oog. Hoe loopt de lichtstraal van kraag naar oog via spiegel? Daar zijn vier stappen voor. Stap 1. Is dat je spiegelbeeld van het oog tekent. En je weet, voorwerpsafstand is beeldsafstand, dus je kunt eenvoudig het spiegelbeeld daar tekenen dat hij precies even ver achter de spiegel ligt als het oog ervoor ligt. Let op dat je altijd werkt met loodrechte afstanden. Dit is stap 1. Stap 2 is dat je nu vanaf de kraag een lichtstraal tekent naar het spiegelbeeld van het oog. Ja, dat is deze hier. En let op, ik ga na de spiegel, werk ik met een gestippelde lijn, want de lichtstraal loopt inderdaad hier zo, maar hier loopt hij natuurlijk niet echt door. Ja, dit is een denkbeeldige lijn. En stap 3 is dat je die lichtstraal dan vanaf de spiegel naar het oog toe tekent. En nu heb je de lichtstraal getekend zoals hij van kraag
vierspiegel naar oog loopt. Als ik hier zo een normaal zou tekenen, dan krijg je inderdaad dat de hoek van inval gelijk is aan de hoek van terugkaatsen. Ik zei trouwens dat er vier stappen waren. Wat is nu de vierde stap? Wat ben ik eigenlijk nog vergeten? Dat is het aangeven van de richting van de lichtstraal. Altijd de richting aangeven. En dat is dus stap 4. Ten slotte nog eventjes. Je hebt een lichtbundel. En die lichtbundel kan verschillende vormen aannemen. Dit is de eerste, een evenwijdig lichtbundel. Oftewel, alle lichtstralen lopen keurig evenwijdig naast elkaar. Een andere lichtbundel is een convergente lichtbundel. Ja, alle lichtpunten gaan naar één punt toe. He, convergent, denk aan het woord conferentie. He, dan komen ook alle mensen naar één punt toe. Ja, en de derde vorm is de divergente lichtbundel. En divergente lichtbundel, dat is een bundel waarbij alle lichtstralen lijken uit één punt te komen. Ja, het hoeft niet daadwerkelijk zo te zijn, maar het lijkt in ieder geval wel zo. En dat was het. We doen het licht uit en ik zou zeggen, tot ziens.